Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Cinemakkers. Ik vind zelf, als je de allereerste drie slijmfilms niet hebt gezien, mag je niet oordelen over de vierde. Maar ik heb ze alle drie gezien, dus ik ga zeker oordelen over de vierde. Ik heb de derde zelfs gezien in de bioscoop. En nu de vierde ook. Dus dit is mijn review van de oneindige slijmfilm en van Mac to the Trench en van Blue Beetle. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Af en toe dan zie je in de bioscoop zo'n film waarvan je denkt, ah, hier kan ik echt wel een volle 10 minuten over praten. En af en toe zie je in de bioscoop gewoon films waarvan je denkt, meh, heb ik hier nou echt meer woorden aan vuil te maken dan gewoon de gemiddelde 2 minuten. Bij echt de afgelopen films die ik heb gezien in de bioscoop was het echt zoveel het tweede. Dat het waren geen films meer zoals Oppenheimer en Barbie, waar je gewoon een hele 10 minuten over kan praten van dit vind ik niet. Het was gewoon een grote meh. Kijk, het knappe aan een film zoals de Oneindige Slijmfilm vind ik dat het compleet gemaakt is door Nederlandse YouTubers. En dat iedereen die erin speelt vrij jong is. Dat laat zien, je hebt niet superveel ervaring in acteren en dat soort dingen. Maar je doet het toch gewoon een beetje. En een grote pre voor mij is, ze proberen het gewoon echt supergoed. En ik vond oprecht het verhaal van de vierde film weer een stuk beter dan van de derde. En van de derde weer beter dan van de eerste. En van de eerste weer beter dan van de tweede. Op die manier. En oprecht, er zit een hele alien verhaallijn in. En ik vond het allemaal best wel goed gedaan. Oeh, vet. Aliens. Niet eens dat ik dacht van, dit is, nou wel dat het ongeloofwaardig is, maar niet dat ik dacht van het is slecht gedaan waardoor het ongeloofwaardig is. Het is ongeloofwaardig omdat aliens ongeloofwaardig zijn. Volgens mij heb je iets te veel films gekeken. En dat vond ik echt een pre aan de slijmfilm. Verder vond ik de hele verhaallijn van een systeem waardoor iedereen ruzie krijgt, dat zie je al in zo'n film zoals Kingsman, The Secret Service. Dat is al een beetje een concept wat is uitgebuit. We staan hier in het dorpje Doornenkamp, waar iedereen sinds gisteren ineens ruzie met elkaar maakt. Dus leuk dat je dat nog een keer doet, maar zou ook niet per se hoeven. Ik moet zeggen, de film is vrij kort en ik ben samen met Doris naar de bioscoop geweest. En we hebben oprecht wel super erg genoten van de film. Alleen hij is vrij kort, je kan er niet super veel over vertellen. Ik vond het heel leuk dat Ilse Waringa de main villain speelde. Dankzij de krachten van deze slijmsteen kunnen wij de wereld voorgoed veranderen. Ik vond het leuk dat een hoop mensen uit de vorige films terugkwamen in deze film. Waar slaat dit op? Ze lijken wel betoverd. Ik vond gewoon het acteren van Bibi best wel goed. Je merkt hoe ze in de jaren daar best wel beter in is geworden. En zeker als je alle 4 films gezien hebt. En die ga ik vinden. Als er een 5e komt, dan ga ik zeker kijken. Maar ik zou niet zeggen van, dit is echt een must-see of zo. Over Mac 2 The Trench heb ik echt veel minder te zeggen. Die hele film, ik dacht echt, wat is dit? Het gaat over mensen die jagen op prehistorische soort walvissen en zo. En dat voor 2 uur lang. Het was echt een film waarvan ik dacht, ik ga die skippen. En toen kwam Leon naar me toe en die zei van, yo, ik was vroeger best wel bang voor haaien en nu minder, dus laten we naar die film. En hij heeft nog als een tryhard het eerste deel gekeken. Ik dacht echt zo van, dat ga ik niet doen. Dus ik ben gewoon bij het tweede deel erin geschoven. Ja, het is een film waarin je voor 2 uur mensen ziet vechten tegen extreme prehistorische zeemonsters. I just hope it goes better than last time. Dus als je nou echt denkt van, dat vind ik leuk, dan moet je het kijken, maar het heeft niks weg van Jurassic Park of zo, of Jurassic World, waarin je daadwerkelijk denkt van, hey, dit zou nog enigszins kunnen. Het is gewoon echt heel ongeloofwaardig. Maar op het hele gebied, als je het verhaal accepteert zoals het is, dan is het wel goed uitgevoerd, zeg maar. En dat vond ik een grote pre aan deze film. Ik zou hem echt nooit van mijn leven nog een keer kijken, maar ik vond het wel gewoon, het was niet slecht gedaan. Ze hadden me te pakken. Ik heb niet de hele tijd naar mijn klokje zitten kijken van, is deze film al voorbij? En dat is gewoon een grote pre voor hun. Verder wil ik daar wel nog even over zeggen dat ik niet geloof dat je een film kan maken over extreme monsters die daadwerkelijk de T-Rexen hebben opgegeten en dat soort dingen. En vervolgens zo'n film PG-13 maakt, waardoor iedereen erheen kan. Dat is gewoon een film die moet je 16 plus maken. Maak hem een stuk enger, gooi er wat meer jumpscares in en dat soort dingen. Dan heb je volgens mij weer een hele andere doelgroep te pakken die dit een stuk leuker vindt. Oké, en nu
eindigen we echt onderaan het lijstje. Blue Beetle. Wat een teleurstelling. Ik weet nog, ik was echt super hyped voor die film. Ik heb niet één, maar twee keer gereageerd op die trailer. En het werd echt gewoon volledig niks van wat ik van tevoren had verwacht. Ik dacht echt, best wel een goede film, goede cast en al dat soort dingen. Maar ik ben altijd echt ontzettend allergisch als je in een superheldenfilm mensen ziet die nauwelijks getraind zijn in iets. En vervolgens echt het opnemen tegen getrainde huursoldaten en bewakers en dat soort dingen. Daar kan ik gewoon best wel slecht tegen. Nana. I advise me back away. En hierin had je dat niet per se bij de hoofdpersoon, maar die neemt uiteindelijk zijn hele familie mee. En die gaan met wapens die ze nooit gebruikt hebben, verslaan ze een heel leger soldaten dat je echt denkt van kom op. Verder hebben ze er een soort lijntje in gemaakt als boodschap van familie is belangrijk. Dus je hebt uiteindelijk de main person, de hoofdpersoon, die zegt my family makes me strong en dat soort dingen. My family, that's what makes me strong. Maar dan heb je een scène waarin hij bijna vermoord wordt. En dan zit hij zo van, oké, kill me, but don't touch my family. En dan denk je zo van, maar die gast heeft überhaupt nooit gezegd dat hij zijn familie zou aanvallen. Want hij wou gewoon alleen hem vermoorden. En toen vervolgens, dan is het zo van, your love for your family makes you weak. The love you feel for your family makes you weak. En dat gooien ze dan in de trailer, terwijl dat niks met die film te maken. En al dat soort dingen. Ik werd helemaal niet meegesleept. Ik werd niet gepakt door het verhaal. Ik zou heel erg aan James Gunn en Peter Safran van het nieuwe DC aanraden om deze film daar niet in op te nemen. En eigenlijk deze karakters ook niet. Want het is gewoon niet de moeite waard. Het was zo'n teleurstelling vergeleken met wat ik na de eerste trailer had verwacht. Dat is echt gewoon sad. Dus wat mij betreft is het drie keer een soort meh. Als ik jullie moet aanraden en je houdt gewoon van een grappige film om even te lachen, dan ga je naar de Oneindige Slijmfilm. Mocht je denken, ik hou van een film wat gewoon 2 uur lang shut off my brain and enjoy is, dan ga je naar Mac to the Trench. En mocht je echt alles willen zien van DC en ook bereid zijn daar de allerslechtste dingen die nog onder een film zoals Wonder Woman zitten te kijken, dan ga je naar Blue Beetle. En dat maakt wat mij betreft de top 10 van de bioscoopfilms nu. Op 10, Bellinga vakantie op Stelten. Jullie durven gewoon niet te zeggen dat we deze zomer niet op vakantie gaan. Op 9, de film van deze week, de Oneindige Slijmfilm. Overal ruzie. Jee! Op 8, de horrorfilm Insidious, The Red Door. We're ready to forget the further, once and for all. Op 7 staat Hypnotic. But I'm the wrong man. Op 6 staat Gran Turismo, de film van vorige week. You miss it on the track. You could die. Op 5 staat Blue Beetle, de film van deze week. Did you know what was gonna happen to my brother? When you stuck him with this world-destroying thing? Op 4 staat Mac 2 The Trench, ook de film van deze week. It's an ancient ecosystem untouched by man. Op 3 staat Only You, de film van vorige week weer. Hey, jouw inrichting, hè? Ben je bestolen? Op 2 staat Oppenheimer. World War II would be over. Our boys would come home. En op 1 staat Barbie. You guys ever think about dying? En dan wil ik jullie graag, net zoals vorige week, meegeven welke films ik thuis heb gekeken en wat mijn top 10 daarvan is. Dus dan krijgen jullie die ook nog even mee. Op 10 staat nog steeds Rogue One, A Star Wars Story. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. Op 9 staat Solo, A Star Wars Story. Heard about a job. Big shot gangster putting together crew. Op 8 staat Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back. Hierdoor hebben mensen altijd een hekel aan deze review, want mensen zijn het er niet mee eens, maar ik zelf wel. I'm looking for a great warrior. Op 7 staat Inception. We bring the subject into that dream. And they fill it with their secrets. Op 7 staat Star Wars Episode 9, The Rise of Skywalker. Ik heb die afgelopen week gezien. Het is een film. Dat wou ik eigenlijk gewoon zeggen. Het is een film. Maar niemand vindt die film echt super goed. Ik ben er zelf ook geen fan van. Good people will fight if we lead them. Op 5 staat Star Wars Episode 7, The Force Awakens. It's true. Op 4 staat Star Wars Episode 6, Return of the Jedi. Indeed, you are powerful, as the Emperor has foreseen. Op
3 staat Batman Begins uit 2005. Where are you? Op 2 staat Interstellar. I've got kids, professor. Get out there and save them. En op 1 staat Star Wars Episode 8, The Last Jedi. Die film heb ik afgelopen week gezien en ik vond hem echt geweldig. Oude Luke Skywalker in die film, een oude Leia. Het is echt geweldig, die scène op die rode planeet. Als je het gezien hebt, dan herken je dit en dan denk je, hij heeft gelijk. Misschien zouden jullie hem nooit zetten onder die oude, boven die oude Star Wars films en dat soort dingen. Maar ik heb zo genoten van die film, ik kon er echt geen genoeg van krijgen. Dus dat is absoluut de moeite waard om te kijken. I'm ending all of this. The tree, the text, the Jedi. I'm gonna burn it down. Dan wil ik jullie alvast heel erg bedanken voor het kijken. Volgende week gaan we het niet hebben over 1 film, niet hebben over 2 films, maar we gaan het hebben over 3 films. We gaan het hebben over My Big Fat Greek Wedding 3. We gaan het hebben over Stars at Noon. En we gaan het hebben over The Equalizer 3. Dus ik hoop jullie dan weer te zien. En dan voor nu, tot ziens. Tot later.